Deze samenvatting wordt u aangeboden door... Nillessen Installatietechniek Groesbeek. Nillessen Installatietechniek is een bedrijf dat is uitgegroeid tot een belangrijke regionale speler die zich richt op het ontwerpen, installeren en onderhouden van technische installaties op het gebied van onder andere centrale verwarming, luchtbehandeling, loodgieterswerk, sanitair, koeling en elektrotechniek. De medewerkers van Nillessen zien iedere dag een uitdaging in het oplossen van technische vraagstukken voor particulieren, bedrijven, instellingen in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Ons eigen geluk is afhankelijk van de glimlach van anderen. Tot uw dienst, Nillessen Installatietechniek, Groesbeek, Malden en Gennep. Kijk voor meer informatie op onze site www.nillessen.nl. Met dubbel L en 1 S. Sportvereniging Barger Oosterveld moest op bezoek bij de treffers op Sportpark Zuid in Groesbeek. SVWO vinden we op de derde plaats van onderen en de treffers vinden we op de derde plaats van bovenaf gezien achter WKE en de aasrivaal Achilles 29. De treffers mogen aftrappen naar het fluitsignaal van scheidsrechter Smeets en Edgar Goeie heeft hier het eerste balcontact. Het duurt eventjes voordat de wedstrijd echt op gang komt. De treffers hadden een paar kleine kansjes gehad, maar ook SVBO doet hier van zich spreken. En Erik Makai moet voor de eerste keer reddend ingrijpen en doet dat ook adequaat. Kort daarna opnieuw SVBO. En opnieuw dwingen ze hier Makai tot een redding. Hij is daar aan het grabbelen, maar het loopt gelukkig voor de treffers goed af. Een hele mooie redding van Bruinewoud, de doelman van SVBO en Zuidwijk. Jasper Zuidwijk knikt die bal net over de lat. En dan zijn we ongeveer een minuut of 25 onderweg. En dan langzaam maar zeker wordt SVBO steeds verder naar achteren gedrongen en komen ook de mogelijkheden en de kansen en de doelpunten zoals hier. Deze schrijven we op naam van Colin Heikens. Maar ik krijg nog heel sterk de indruk dat de verdediger de bal in eigen doel poeierde. Maar hij zat er wel heel erg mooi in. En niemand bij de treffers die daarop maalt, want het staat gewoon 1-0. Doelman Bruinewoud voor de eerste keer verslagen. SVBO probeert dan toch de aansluiting te krijgen. Alfred Tent, maar die bal verdwijnt ruim over het doel van doelman Erik Makai. Heel simpel, wordt de bal hier eerst nog goed verdedigd, maar komt hij precies voor de voeten van Alek Putsila. En dan is het 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. Zegers wordt nog van scoren afgehouden. Maar dan komt die bal precies voor de voeten van Putsila. En dan zijn de rapen gaar voor SVBO. En er zijn alle hens aan dek. Want hier is Edgar Gouy. Ook hij behoudt het overzicht. En Bjorn Suppers. Hij mag in de 44e minuut de treffers naar een 3-0 voorsprong spelen. Opnieuw is Mark Bruinewoud kansloos. Dan zijn we dus 43 minuten onderweg. De tweede helft. Van hetzelfde laken en pak. Jasper Zuidwijk geeft die bal goed achter de verdedigers van SVBO. Zegers gelooft erin. Zoekt de achterlijn op. Behoudt het over zich. Geeft de bal keurig breed. En dan is het natuurlijk een hele simpele binnentikker voor Colin Heikens. En dan is het 3 minuten in de tweede helft gespeeld. En als de wedstrijd al niet gespeeld was, dan is hij dat nu heel zeker. Toch blijft de honger naar doelpunten voor de treffers doorgaan. Hier wordt de bal voorgegeven. En daar staat Rob Zegers. En in de 56e minuut schiet hij de vijfde treffer binnen en hij laat zien wat jumpen is.
Eigenlijk een hele gemakkelijke walkover voor de treffers. Bas Bakker. Gaat dan naar binnen. Poetsila. En een overstapje voor Rob Segers. Heel slim gedaan. Colin Eikens. En hij schiet de treffers naar 7-0 in de 63ste minuut. Simpel gespeeld. Prima aanval. En goed uitgespeeld ziet ook Eus Marijnissen. Die voor de wedstrijd de boel toch nog wel even op scherp wist te zetten. En gezien de uitslag is dat natuurlijk ruim gelukt. Toch kan SVBO nog iets terugdoen. Via de binnenkant van de paal en de handen natuurlijk van Erik Makai is het Martin Kiewiet die in de 69ste minuut de stand in ieder geval voor SVBO nog een enigszins draaglijker aanzien geeft. Hij weet de eretreffer op het bord te brengen. En verder zal SVBO ook niet komen. Dient gezegd te worden dat de ploeg, ondanks dat ze ver achter stonden, toch gewoon bleven voetballen. De kop niet helemaal naar beneden lieten gaan. En het bleven proberen. Maar goed, de treffers zijn een maatje te groot voor SVBO uit Barchem-Oosterveld. Laatste fluitsignaal van scheidsrechter Smeets. En de treffers wint met 7-1 van SVBO.